8, ja, 6. Oké, wat is 6? Ik zie daar bomen. En ik zie hout. Ik ben heel benieuwd. Oh mijn god. Hey, een dorp. Gezellig. 6. Pak 2 hendels. Door de villagers te helpen. Dus de dorpbewoners. In de notenbord. Op het bord. Oké. Okay. Je mag niet ruilen met random gespande villagers. Oké. Okay. Do not craft levers. Je mag ze niet maken, dus die levers. Als je 2 levers, 2 hendels hebt, moet je ze plaatsen op de temple room 6. Dus op de kamer 6. Dat is een earthquake area. Oké. Okay. Wat staat hier? Oh mijn god, wat is dit dan weer allemaal? Mr. Bonjo's die verkoopt een zwaard. Miners hebben een zombiespanner gevonden. Mevrouw Julie, of July eigenlijk, heeft een hendel voor 1 emerald. Een grote aardbeving is 3 dagen geleden gebeurd en heeft damage aangericht, oftewel schade. Oké. Okay. En meneer Penderson heeft een diamant nodig, die hij kan ruilen met een hendel. En Tower 2 is vernietigd door de aardbeving. Toren 2. Oké, dus jij hebt diamond nodig. En wat was hier? Emerald. Diamond en emerald. Oké, dan ga ik... Dit is de earthquake area. Oké, wat is hier voor chest? Ah, kijk, gold. Nice. Zo kun je natuurlijk... Oké. Dus je moet ruilen met de villagers om shit te krijgen. Nee, oké, dat is duidelijk. Als ik de villagers kan vinden. Zou dat heel chill zijn. Hallo? Villagers? Tempel of room 6, die kant op. Maar daar moet ik nog niet heen. Villagers? Ah, kijk eens aan. Oh, hij zegt ook al wat. Oké. Oh, dank. Oh, dankjewel. Iemand is hier. Mijn juwelen zijn gevangen genomen. Gevangen genomen. Mijn juwelen zijn binnen. Ze zijn in de 3 kleine huisjes. Die zijn vernietigd door de aardbeving. Kun je het voor me halen? Ik zal je een diamond geven. Oké, meneer. Is goed. 3 kleine huisjes. Daar moeten we checken. Wat zijn 3 kleine huisjes? Die zijn vernietigd bij de aardbeving. Oké, dit is dus 1 huisje. Wat moet hierin zitten? Juwelen. Oké, dus ik heb al goud. Dat is 1. Dat is denk ik 1 zo'n juweel die hij moet hebben. En hier is ook een huisje. Oh, hoe krijg ik dit nou weer weg? Moet ik hier serieus tegen aanslaan? Heb ik niks? Nee, ik heb helemaal niks. Dit gaat sneller. Dat mag toch? Oh, dit mag niet. Maar boeien, ik moet het doen. Want ik moet juwelen terugkrijgen. Huh, waar zijn de juwelen? Hieronder. Misschien. Mag ik graven? Ik weet niet of ik mag graven. Oh, shit. Nee. Oké, dit is niet gebeurd, jongens. Dit was het. Dit is wel hoe het stond. Ja. Ik mocht daar denk ik niet eens in. Oké, hier is dus ook niks. In dit kleine huisje. Nope. Is goed. Dan niet. Dat is een klein huisje. Dat is een klein huisje. Hier haal ik net goud uit, hè. Ja, hier staat een chest met goud. Oké, en dan ga ik hier even bovenop kijken. Kijk ik dan waar het andere goud is. Want dat is een huisje, dat was leeg. Dat was ook leeg. Maar, dat kan niet leeg zijn, want ik heb er 3 nodig. Oké, dan moet dus hier wel iets zijn. Moet ik dan wel graven? Zal het dan hieronder liggen? Nee, toch? Maar hier ligt nu nog niks. Ik ga het gewoon proberen. Ik weet het niet. Nee, dit is bedrock. Nee, ik denk het niet. Nee. Dat is niet de bedoeling. Oké. Wat dan, joh? Oh, dit is Mr. Penderson. Hoe kom ik hier nou weer? Oké. Wat zegt hij? Oh, hallo.
de diamant in de juwelen, winkel voor mijn huis is heel erg schijnend. Dat oké. Okay. Die zou ik graag terug willen hebben. Je kan dan mijn hendel hebben. De diamant, ja, die diamant die probeer ik nu te krijgen, maar ik heb maar één teruggevonden, meneer. Hij heeft 3 gold ingot nodig. Shit. Oh, dat is vervelend, want. Oh, is dit ook nog een klein huisje? Is dit. Dit is. Wacht even. Is dit ook nog een klein huisje? Ja, toch? Moet het dan hierin zitten? Oh, ik ga hier naar binnen. Oh shit, dan kan ik niet meer weg. Oh, ik ben trapped. Forever. Wat dom van mij. Ik mag eigenlijk dingen niet wegslaan, maar als ik daar nou voor eeuwig zit, dan kan ik natuurlijk dit nooit ten einde brengen. Oké. En waar moet dat zijn? Ja, want ze zei bij de aardbeving. En de aardbeving is aan de andere kant van het stadje. Oh mijn god, als ik het nu gemist heb, hè, en jullie zien het al, dan voel ik me echt dom. Oh nee, kijk, dus het is op verschillende plekken. Nice. Gelukkig, ik ben niet dom. Oeh, ja, oké, misschien een beetje. Misschien een klein beetje. Zie je niks? Nee. Ik denk misschien zie je een Easter egg of zo, of weet ik veel. Iets. Maar nee. Gelukkig, ik ben niet zo dom als dat ik dacht dat ik was. Mr. Bonjo. Hey, Bonjo. Bonjo, Marita, Borena, Bonanikintia. Ik weet niet, ik moet dan ineens denken aan muziek en zo. Dit is allemaal leeg. Dit is allemaal niks. Oké, okay, Mr. Bonjo, daar ga ik nog niet in. Dat is daar. Is hier dan misschien een stukje goud? Gold ingot. Hallo? Is daar een chest ergens? Ik kan het niet goed zien. Kan ik naar binnen kijken ook? Ja. Ik zie geen chest. Tenminste, ik zie hem niet. Ik weet niet of jullie hem zagen, maar ik zag hem niet. Oké, hoe kom ik hier naar binnen? Maar dit is dus allemaal een aardbeving. Dus niet alleen aan die ene kant van het dorpje. Wat dit. Hoe moet ik hier nou weer omhoog? Hoe moet ik hier nou weer omhoog komen? Zit hier dan een chest in? Ik heb het gevoel van wel, namelijk. Niet daar. Niet in de hoek. Bij het raampje weet ik niet. Zal ik even kijken bij het raampje? Geen idee. Oké, misschien wat hoger. Mag ik dit doen? Nee. Maakt het mij uit? Nee. Oh, Milan, wat doe je toch? Oh shit, nou ben ik trapped. Forever. Nee, dit hier is ook niks. Dat is wel duidelijk. Dus het is gewoon alleen een beetje om tricky te doen van. Haha, hier is het niet. Nice. Au. Zal ik even eten anders? Misschien had ik wat meer brood moeten meenemen. Mr. Julie's huis. Hallo, Mr. Julie. Of July, moet ik eigenlijk zeggen. Vrouw July. Dat waren alle huisjes al, serieus? Ik mis één goud ding. Wat heb ik over het hoofd gezien? Ik heb iets over het hoofd gezien. Ik zou alleen niet weten wat. Er is één huis. Hé, hey, wat is dit? Oh, dat is gewoon een koe. Oké, verder niks. Niet heel interessant dus. Moet het dan hier zijn? Heb ik hier iets gemist? Nee. Tricky, tricky. Daar was ook niks in, hè? Nee, er zat niks in. Dat weet ik nog wel. Oh, hier is ook iets. Oh, dit is de kamer 6 natuurlijk. Ja, dacht ik al. Wat is dit? Zombie spawner. Oké, dan ga ik daar niet heen, dat is duidelijk. Ligt hier misschien wat tussen? Oeh, ik hoor een zombie inderdaad. Dit is wel cool gemaakt. Zo'n omgehakte boom, of een boom die is omgevallen. Dat is wel leuk gedaan. Maar mevrouw, ik heb 2 gold ingot. Gouden staven voor u. En niet 3, is dat erg? Oké, ik ga een derde erbij spannen, want anders dan duurt het natuurlijk veel te lang. Oh, Milan. Oh. Ja, een derde. Game wordt heel. Zo, niks gebeurd. Ik heb gewoon de derde gevonden. En het is gelukt. Alsjeblieft. Niks aan handje. Dankjewel.
Shiny diamond. Die moet ik brengen naar deze meneer. Mevrouw, weet ik veel wat het was. Alsjeblieft. Kijk eens. Dan krijg ik een lever terug. En die hendel zal ik alvast even plaatsen. Die moet hier dus op. Dat is wel duidelijk. Hop. Kijk, dat is één. Oké. Okay. Next. Wat was ook weer het volgende wat ik moest doen? Even kijken, ik moest naar iemand toe. Naar een persoon nog. Mr. Bonjo of zo. Kijk, Mr. Bonjo. Dag. Ah, I'm really thirsty. Ik ben heel erg dorstig en heel erg honger. En kan je misschien wat dingen regelen voor een emerald? Ook als je misschien wat rotte vlees hebt van de zombiespaner. Oh shit, die zombiespaner. Dat is wel handig dan. Als ik misschien die hendel gebruik voor de zombiespaner in plaats van voor de kamer 6 alvast. Oké, dan ga ik dat eerst even doen. Al die opdrachten die ik moet doen. Om geen zin om te werken en dingen te doen. Hé, hey, vliegend blokje. Nice. Zombie spannen. Oh, die kun je gewoon. Oh, dat is gewoon met een. Oh mijn god, dat is gewoon met een knop. Oké. Daar gaan we. Oh shit, oh shit. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee, nee. Ga dood, ga dood, ga dood. Spring, spring, spring. Krit, krit de kos, krit de kos. Oh shit. Oh nee, oh nee, oh nee. De golden apple. Oh my god. Ik ben echt zo noob. Oh my god. Oké, terug bij de zombiespanner. Ik moet even dus die rotte vlees moet ik wegbrengen naar... Weet ik weer? Bonjour. 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 Kijk, wat was het weer? Hier, Mr. Bonjour. Meneer Bonjour. Jij had toch rottend vlees? Wat is dit nou weer voor geks? En mijn water voor een emerald. Ik heb geen emmer. Oh my god, ik zie het al. Ik moet 8 vlees pakken, halen, maken, dingen. En daarvan krijg ik een emmer. En die emmer moet ik natuurlijk vullen met water. En dan moet ik die geven voor een... Oh my god. Oké, dus ik moet 8 zombies killen. Of tenminste, 8 vlees krijgen. Als ik dan even slim doe, ga ik hier een beetje survivalen. En dan ga ik een zwaardje maken. Is dat slim? Ik vind het slim. Mag het? Ja, dat mag wel, denk ik. Volgens mij heb ik er 3 nodig. Dat is genoeg. Misschien zelfs minder. Ik weet het niet eens. Oké. Ga even een crafting table maken. Zet er gewoon even hier neer. Random. Hè? Boeien. Zo. Sticks. Hebben we die ook? Sorry. Oh, we hadden zelfs eentje minder. Had ook gekund. Een zwaardje. We maken gewoon 2. Voor de zekerheid. Je weet maar nooit. Oké, zombies. Kom maar op. Gouden appel. Zal ik die eten? Of komen ze er al aan? Ze komen er al aan. Kom maar. Kom maar. Goed zo. Oh, dit is makkelijker. Oh, maar anders komen er zoveel. Kom, 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 kom. Kom maar, kom er maar uit. Nice. 2 tegelijk, kan je eraan. Kijk, dat is al 2 vlees, ligt daar. Oh, nice. Ik moet er 8 hebben, hè. Deze ga ik ook wel even killen. Come on, bring it on, zombie. Oké, okay, nog 2. Maar goed dat ik een 2e zwaardje heb gemaakt. Oh, wie dan is? Zie je 2e zwaardje gemaakt? Ah, yes, dat zijn er. 8. Mooi. Voor het eten. Dankjewel, zombies. Dat had ik nodig. En nou, gaan we die bucket halen. Even kijken, Bonjo, waar is het ook alweer? Hier zo ergens. Hier zo. Bonjo. Mag ik een emmer van nu? Even kijken, een bucket. Nice, nice. Ho, die lever hebben we in de velling nodig. Nu hebben we de emmer. En waar is water voor je? Oh ja, hier toch? Ja. Oké. Kijk eens. Geef die water. Ah, alsjeblieft. Water. Oh shit. Er moet... Deze. Emerald. Die had ik nodig. Voor wat ook alweer? Even kijken. Supply van emerald. Oh ja. Die, en die emerald die moet weer terug naar... Waar moest ik weer heen? Naar die... Deze? Hoe heet die? Ik weet niet eens hoe deze hand heet. Oh, je meneer Piemel? Hoe heet je ook? Oh nee, dit was diamant alleen, hè? Dat was 1 lever. Die heb ik dus. Die lever daar had ik er vanaf gehaald, toch? Ja. Moet ik dan hierheen? Nee, hier moest ik 3 gold ingots. Ja, dat was voor die diamond. Oké. Okay. Ik ben het vergeten. King of the lever, bla bla bla. Wat een vlees. Thank god.
I'll have to diamond. Emerald. Aan wie moet deze emerald dan? Er zijn toch niet meer personen? Er zijn maar 3 personen hier, toch? Oh nee, dit is nog Mrs. Julie. Oh, dat is helemaal vergeten. Ik heb een hendel voor een emerald. Ik hoorde dat meneer Bonjo, Conjo, Tonjo een supply nodig had. Of iets nodig had voor die emerald. Oh, nice. Je hebt een hendel voor een... Oh, dat is relaxed. Chill. En dan moet ik dan dat nog een keer doen. Om een derde lever te halen. Maar ik denk dat die even gaat cheaten, want anders dan moet ik het helemaal opnieuw doen. Dat heb je allemaal lang gezien. Dat is een beetje dom als ik dat nou nog een keer ga doen. Even kijken, had ik er nou 2 nodig of 3? 3 toch? Of 2? Had ik maar 2? Oh, ik had er 2 nodig. Nice. Oh, dat heb ik het gehaald. Oh, wist ik wel. Open. Just go back the way you came to get to the main room. Oké, ik moet weer terug waar ik was. De robot zegt, pas op voor de volgende kamer. De meeste testobjecten zijn dood gegaan in kamer 7 tot en met 10. Oké, dus nu wordt het heel moeilijk. Kamer 7 tot en met 10 is dus het moeilijkst. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Let's go naar kamer 7. Oh, ik kan niet meer rennen natuurlijk, omdat ik geen eten heb. Wacht, eten. Hoppakee. Tot nu toe vind ik de map op zich best wel leuk. Hij duurt wel lang, maar het maakt niet uit. Ik vind hem leuk. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden trouwens. Room 7 daarin.